Dat is een hele mooie boom. Dank je wel dat je hem helemaal naar huis hebt gedragen, papa Big. Heel graag gedaan, hoor. Dan gaan we hem nu maar optuigen. Peppa doet de glitters in de kerstboom. Wat een mooie glitters! George hangt de ballen erin. Mama Big doet de kerstlichtjes. En papa Big doet een ster op het topje van de boom. Klaar! Wow! De kleine ster bovenop zit die. Doet van twinkel, 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 twie. Wat een schattig liedje. En alle kleine biggetjes die dansen in het rond doen. Knor, 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 knor. Ja, heel mooi, Peppa, maar nu is het tijd. Wacht, er komt nog meer. Knor, 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 knor. Kleine mooie ster bovenop de boom. Zo heb je genoeg gezongen. Weet jullie wat voor dag het morgen is? Dat is het kerstmis. Kijk, hier heb ik iets lekkers voor de kerstman. Papa, waarom komt de kerstman eigenlijk door de schoorsteen? Waarom gebruikt hij niet gewoon de voordeur? Goeie vraag, Peppa. Als je hem ziet, vraag het hem. Maar de kerstman kon niet langs. Tenzij jullie liggen te slapen. Ga maar snel. Ik hoop dat meneer Zebra onze brieven aan de kerstman heeft gegeven. Dat heeft hij vast wel gedaan. Henkie wilde een ruimteschip. Suzie wilde graag een step. Pedro een gitaar. Heb je alles onthouden wat je vriendjes willen hebben? Natuurlijk heb ik dat, papa. Dat is heel belangrijk. Slaap lekker, kleine lievertjes. Droom zacht. We gaan de cadeaus uitpakken. Yippie! Deze hier is voor George. Het is een racebaan met auto's. Dat ziet er ingewikkeld uit, zeg. Laat eens zien. Dit moet hier, en dat moet daar, en deze gaan hier. We gaan racen. Op uw plaatsen, klaar, af. Papa en opa vinden het leuk om met raceauto's te spelen. Is dat niet het cadeau van George? Ik zie dat George zich prima vermaakt met de doos. Boom. Dit is jouw cadeautje, papa Big. Ah, sokken. En ik heb sokken. 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 Dan is het laatste cadeautje dus voor... mij. Ik heb de kerstman gevraagd om een pop die kan praten en lopen en haar oogjes dicht kan doen als ze slaapt. Oh, zangzaad. Zangzaad? Dat cadeau is voor Polly Papagaai. Maar dat was het laatste. De kerstman is mij vergeten. Hallo? Nee, mag ik even met Peppa praten, alsjeblieft? Peppa, het is Suzie Schaap. Hallo, Suzie. En, heb jij je pop gekregen? Nee. Ik wel. Ze kan huilen en lachen en haar ogen dicht doen en al die dingen. De kerstman heeft je mijn pop gegeven. Nee hoor, op het kaartje staat voor Suzie Schaap. Dan is de kerstman mij echt vergeten. Ho, ho, ho. De kerstman is op weg naar huis. Nu zijn de laatste cadeautjes van dit jaar eindelijk bezorgd. Oh, maar wat zie ik daaronder in de zak? De kerstman kan jou niet vergeten zijn. Nee, want ik ben toch een lief biggetje geweest. Ho, ho, ho. Kerstman! We zijn aan het sleetje rijden op de grote heuvel. Er ligt daar een dikke laag sneeuw. Zullen we de grote heuvel opklimmen en naar het sleetje rijden kijken? Ja, graag! De vrienden van Peppa sleeën van de grote heuvel af. Woe! Yahoo! Oh nee, George is uitgegleden op de grote heuvel. Heel grappig, George. Maar zo grappig vindt George dat absoluut niet. Het is heel makkelijk om daarboven uit te glijden. Misschien moet ik George dragen. Papa, kan je mij misschien ook dragen? Ho, ho, al goed, Peppa. En nu maar hopen dat jij niet uitglijdt, papa Big. Kalm aan maar, mama Big. Weet je nog,
Ik kan heel goed mijn evenwicht bewaren. Nee. Laten we gaan racen. Ja! Klaar voor de start. Af! Daar zijn we al. Op de top van de grote heuvel. Wees voorzichtig dat je niet uitglijdt, papa Wicht. Ik zal heus niet uitglijden. Ah. Wow. Wow. Papa is net een hele grote sneeuwslee. Wow. Wij gaan gewoon de sleeuwrace winnen. Hoera! Peppa en George zijn de winnaars. Goed gedaan, Peppa. Mijn papa is een bijzonder goede sneeuwslee. Dit is niet grappig. Een klein beetje grappig is het wel, hoor. Ja, eigenlijk is het heel grappig. Pedro, waar zijn jouw gymkleren? Die heb ik thuis gelaten. Ik dacht dat we ons vandaag mochten verkleden. Volg mij maar, kinderen. Dit is de sportschool waar papa's en mama's komen sporten en plezier hebben. Hebben jullie het leuk hier? Ja, heel erg leuk! Vandaag krijgen jullie gymles van Opie Konijn. Waar is hij? Hallo, kinderen! Zijn jullie klaar om te gaan sporten? Ja, Opie Konijn! Moeten wij dat straks ook doen? Nee, dat is alleen voor grote atleten zoals ik. Niet voor kleine ontdekkers zoals jullie. Wij zijn geen ontdekkers. Ik ga ontdekkers van jullie maken. Maar jij? Jij ziet eruit als een superheld. Het is maar alsof. Doen alsof is juist goed. Zo, we gaan opwarmen. Allemaal rennen op de plaats. Armen op en neer. Nu rekken. Rek. Wiebel als een pudding. En rust. Nu we allemaal warm zijn, kunnen we beginnen. Maar met wat? Met jullie avontuur. Ik wil dat jullie doen alsof deze ruimte een jungle is. Het ziet er niet uit als een jungle. Waar zijn de bomen? Je moet het je voorstellen. De bomen, de regen, de snel stromende rivier aan jullie voeten. Jullie eerste avontuur is lopen over deze balk, over de rivier. Dat is makkelijk. Ah, maar het is al nacht en het waait hard. Wat? Zo was het ook voor mij. Het was een donkere, stormachtige nacht. Ik beleefde een avontuur. Papa Big, u bent het wereldrecord kwijt. Iedereen wil dat u weer kampioen wordt. Het is belangrijk. Echt waar? Ja! Ja. Oké, ik ga ervoor. Morgen. Hoera! Maar ik moet wel even trainen om weer in modderpoelen te kunnen springen. Iedereen weet toch hoe hij in modderpoelen moet springen, papa? Ja, maar niet iedereen is een kampioen, Peppa. Papa Big is de meester. Papa, ga je ook oefenen met op- en neer springen? Nee, Peppa. Ik moet één zijn met de modderpoel. Wat? Voor de sprong in een modderpoel moet ik denken als een modderpoel. Moet je ook oefenen met rennen? Nee. Moet je oefenen met opdrukken? Nee. Ik moet gaan slapen en dromen over modderpoelen. Het is de dag van de grote modderpoelsprong. Papa Big draagt zijn modderpoelpak. Ik kan mijn gouden laarzen nergens vinden. Ik heb die oude laarzen aan opa gegeven voor in de tuin. Mijn gouden gelukslaarzen om te gebruiken voor in de tuin? Jij hebt toch andere? Maar dat is niet hetzelfde. Hallo? Opa, weet je nog dat ik die oude laarzen heb gegeven? Ja. Papa heeft ze erg dringend nodig. Je hebt er toch goed voor gezorgd? Ja, ik heb ze water gegeven. Opa Big kweekt tomaten in de gelukslaarzen van papa.
We hebben ze vandaag nodig voor de modderpoelsprong. Okido, dan zie ik jullie daar. Iedereen komt kijken naar de modderpoelsprong van Papa Big. Moet je kijken. Hier is jullie vriend en de mijne, meneer Pomfrito. Hoera! George, het is veel te vroeg. Dinosaurus. Ga je bed weer in. Ik geloof dat hier iemand al klaar wakker is. Hartelijk gefeliciteerd. Hij heeft me wakker gemaakt. Toen jij jarig was, heb jij iedereen wakker gemaakt. Dat was anders. Toen was ik jarig. En vandaag is George dus jarig. Oh, hartelijk gefeliciteerd. Hier is je cadeautje, George. Oeh. Dinosaurus! Ik wist wel dat het weer een dinosaurus-ding zou zijn. Ho, ho. Druk maar op zijn buikje. Oeh, wat griezelig. George, ik heb een kaart voor je gemaakt. Kun je raden wat ik getekend heb? George weet het niet. Eerst wilde ik een bloem tekenen. Oh. George vindt bloemen maar niks. Maar op het laatst heb ik gekozen voor een dinosaurus. Wat prachtig getekend, Peppa. Ja, ik ben heel erg goed in tekenen. Mooi. Nu is het tijd om ergens naartoe te gaan. Speciaal voor de verjaardag van George. Yippie! Kom mee! Waar gaan we naartoe? Wacht maar af. En daar gaan ze, ergens naartoe. Speciaal voor de verjaardag van George. Circus toe? Nee, maar het is wel net zo leuk. Is het de bioscoop? Nee, veel leuker. Ik raad het nooit. Waar zouden ze toch naartoe gaan? Vandaag zien jullie niet alleen Chloe, maar ook een heel nieuw familielid. Oeh! Daar is het huis van Chloe al. Hallo! Hallo allemaal. Hallo Peppa en George. Dit is Chloe, het grote nichtje van Peppa en George. En waar is ons nieuwe familielid? Kijk maar even wie ik bij me heb. Oeh. Het is een piepklein babybiggetje. Oh, wat een prachtbiggetje. Is het een meisjesbaby? Nee, het is een jongen. Oh, ik vind meisjes leuker. Ik ook. George is blij dat het een jongen is. Dinosaurus. De baby is te klein om met dinosaurussen te spelen. George, de baby wil echt niet met jou spelen, maar wel heel graag met mij. Peppa, de baby kan toch nog geen balspelletje spelen? Maar als hij niet met een dinosaurus kan spelen, of met een bal, wat kan hij dan wel? Hij eet en hij slaapt. En hij doet dat. Tante Big, mag ik de baby vasthouden? Ja, als je heel voorzichtig bent, mag je Alexander vasthouden. Alexander? Dat is zijn naam. Baby Alexander. Wat een grote naam voor zo'n klein biggetje. Ik vind hem leuk. Ook al is het een jongen. Oh, het stinkt ineens. Misschien moet ik Alexanders luier verschonen. Bleh, wat vies zeg. Peppa, toen jij een baby was, droeg je ook luiers. Oh, echt niet? Mama, mag ik met Peppa en George in de tuin spelen? Ja. Hallo, Suzy. Dit is mijn nieuwe vriend, Leo Leeuwtje. Waar is hij? Ik zie niemand staan. Suzy heeft een onzichtbare vriend verzonnen. Zie je hem echt niet, Peppa? Zullen we met de bal spelen? Oké. Vang de bal, Leo. Peppa gooit de bal naar de onzichtbare vriend van Suzy. Leo kan de bal dus niet vangen. Jawel,
Hij heeft alleen geen zin om de bal te vangen. Wat vindt Leo wel leuk om te doen? Hij vindt hard brullen leuk. Denk je dat hij nu hard gaat brullen? Ja. Grom! Maar ik hoor jou toch? Nee, dat was Leo. Ah, hallo Leo. Peppe doet net alsof ze Leo Leeuwtje kan zien. Leo, wil jij ook mijn vriend zijn? Wat vindt hij daarvan? Hij knikt met zijn hoofd. Dat betekent ja. Peppa, Susie, komen jullie een lekker stuk fruitcake eten? Mama Big heeft 2 grote stukken cake voor Susie en Peppa. Mama, Susie heeft een onzichtbare vriend. Hij heet Leo Leeuwtje. Aha, en wil Leo ook een stukje cake? Grom, Leo is dol op fruitcake. Doe niet zo gek, Peppa. Dat was Leo toch niet? Dat was jij. Leo heeft liever chocoladetaart. Maar ik heb geen chocoladetaart. Wil Leo toch wat fruitcake? Grom, hij wil een klein stukje graag. Mama Big geeft Suzie's onzichtbare vriend ook een stuk cake. George speelt met meneertje dinosaurus. Dinosaurus. George, je zit bovenop Leo. George weet niet dat Susie een onzichtbare vriend heeft. Grom! Wakker worden, papa en mama. Wat? Het is tijd om op te staan. Het is echt nog veel te vroeg. Weet je niet hoe laat het is, Peppa? Nee, papa. Onze klok doet het niet. Oké, dan gaan we die maar eens maken. Ah, de oude koekoeksklok. Waarom heet dat een koekoeksklok? Omdat er een houten vogeltje in zit en dat heet een koekoek. Ik heb die koekoek nog nooit gezien. Dat komt omdat we de klok al heel lang niet meer opwinden. De koekoek werkte op mijn zenuwen. Oh, maar mogen we hem nu weer opwinden? Vooruit maar. Papa Big wint de koekoeksklok op. Klaar. En zet de wijzers op de goede tijd. Het is bijna 9 uur. Papa, mogen we nu de koekoek zien? Ja hoor, hij komt zo tevoorschijn. En hoe ziet hij eruit, papa? Eventjes nadenken. Hij beweegt zijn kopje, zo dus. En hij fladdert ook nog met zijn vleugels. En hij roept... Koekoek! 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 Wat een lawaaiige kleine koekoek ben jij, George. Koekoek! Kijk, hij gaat nu vast bewegen. Wauw! Gekke George, je hebt de koekoek gemist. De koekoek was helemaal te gek, hoor. Hij deed koekoek en jij zag het niet. Maakt niet uit, George. De koekoek komt straks echt weer terug. Maar je moet even wachten. De koekoek komt maar 1 keer per uur. Peppa wil ook gaan schaatsen. Wow! Hallo allemaal! Hallo Peppa! Is dit de eerste keer dat je gaat schaatsen? Ja. Zal ik je laten zien hoe dat moet? Nee, bedankt hoor, Susie. Ik denk dat ik wel weet hoe ik moet schaatsen. Oké, kom mee dan. Oeh. Dit is onmogelijk. Ik heb er absoluut geen zin meer in. Ik glij steeds uit. Doe maar rustig, Peppa. Iedereen glijdt wel eens uit als hij gaat schaatsen. Zelfs ik val wel eens. Kijk maar. Oepsie poepsie. Ho ho. Gekke papa. George, zou jij willen schaatsen? Nee. George heeft nog nooit eerder geschaatst en hij is een beetje bezorgd. Ik pas nu wel even op George. Dan kan jij Peppa leren schaatsen. Schaatsen is heel makkelijk, Peppa. Je duwt met je voet en glijdt. Duw, duw, glij. Zie je? Duw, duw, glij. Duw, duw, glij. Dit is makkelijk. Ik
kan het nu wel verder zelf, mama. Duw, duw, glij. Duw, duw, glij. Goed zo, Peppa. Kijk mij eens. Ik kan schaatsen. Peppa doet het echt hartstikke goed. Ja, ik ben een goede lerares. Niet zo hard, Peppa. Straks bots je tegen iemand aan. Geen paniek, mama. Ik ben heel erg goed in schaatsen. Oh, waar zit de rem? Oh nee, ik ben vergeten uit te leggen hoe ze moet stoppen. Oh-oh. Ah, ik kan niet stoppen. Kijk uit! Wow! Zo, met welke kleur zal ik beginnen? Rood graag. Waarom rood, Peppa? Omdat rood mijn lievelingskleur is. Maar als eerste moeten we de lucht schilderen. Kijk, wat voor kleur heeft de lucht? Blauw natuurlijk. Klopt helemaal. Dan begin ik met blauw. En nu de kersenboom. Ik neem groen voor de bladeren. Maar je hebt daar toch geen groen? Dat geeft niet. Want als ik de blauwe verf met de gele verf meng, wordt die groen. Als je blauw met geel mengt, krijg je groen. Oeh. Wat een mooie groene bladeren. En hier een beetje gras. Maar hoe zit het dan met de takken? Want we hebben geen bruine verf. Dan maken we bruin. Door groen met rood te mengen. Als je groen met rood mengt, krijg je bruin. Oeh. Papa Pig schildert de boomstam en de takken. Wauw. Papa, mag ik de kersen schilderen? Tuurlijk, Peppa. Stop je vinger maar in de verf en druk hem dan snel op de boom. 1, 2, 3. Prachtig. Nu is George aan de beurt. Jij bent ook al zo'n goede schilder, George. Kijk, nu is het schilderij klaar. Hoera! Oh, daar zijn de eendjes. Hallo, mevrouw Eend. Wij maken een schilderij. De eenden rennen door de verf van papa Big heen. Foei, foei, stoute eendjes. Ga weg, foei, blijf uit de buurt van ons schilderij. Oh nee, de eenden hebben allemaal pootafdrukken gemaakt op het schilderij. Oh nee. Wat was dat voor lawaai? Mama, de eendjes hebben ons schilderij verpest. Laat eens even zien. Nu maken de eendjes pootafdrukken in de tuin. Net zoals op het schilderij. Jullie schilderij is niet verpest hoor, Peppa. Het is perfect. Wauw! Het is een speelgoedtrein. Dit is geen speelgoed. Dit is Gertrude. Zij is een miniatuurlocomotief. Maar heeft ze geen rails nodig om op te rijden? Oh nee, Gertrude heeft autobanden gekregen. Nu kan ze dus overal rijden. Opa, mogen we met Gertrude meerijden? Klim aan boord! Volle kracht vooruit! Tot ziens, oma! Ja, tot strakjes. Peppa en George zijn dol op opa's kleine trein. Opa's kleine trein doet tjoek tjoek tjoek, tjoek tjoek tjoek, tjoek tjoek tjoek. Opa's kleine trein doet tjoek tjoek tjoek, heel de dag. En de biggen in de trein doen knor knor knor, knor knor knor, knor knor knor. De biggen in de trein doen knor knor knor, heel de dag. Daar hebben we opa hond en Henkie hond. Hallo! Hallo Henkie! Speel jij nog met speelgoedtreintjes? Spelen? Gertrude is geen speelgoed. Hoe is het met je kleine takeltje? Kleine takeltje? Mijn takelwagen is een degelijk vrachtvoertuig. Opa, mag ik meerijden met de trein? Kies zelf maar, Henkie. Als je liever met treintjes speelt, dan... Bedankt, opa! Zie je straks weer! Mevrouw Konijn bestuurt de schoolbus. En rechts hier zie je de heuvels met bomen. Hallo allemaal! Hallo Peppa! Al Peppa's vrienden zijn nu hier. Mogen we met de trein mee?
Ik geef de kinderen hier een educatieve busrit. Zijn treinen educatief? Dat zijn ze zeker. Peppe en George hebben de hele tijd gespeeld met Kelly en Kareltje Konijn. Tijd om te gaan, mijn kleine konijntjes. Oh, maar we willen nog langer spelen, mama. Misschien morgen wel. Mogen Peppa en George dan bij ons komen spelen? Ja, hoor. Hoera! Waarom helpt Kareltje zo? Hij vindt de trap gewoon nog een beetje eng. Waarom? Omdat wij thuis geen trappen hebben. Wat? Geen trappen? Inderdaad, dat zie je morgen wel. Tot snel. Tot snel. Het is ochtend. Peppa en George gaan vandaag naar het huis van Kelly Konijn. Mama Big mag rijden. Dan kan ik de kaart lezen. Weet je het zeker, papa Big? We verdwalen altijd als jij aan het kaart lezen bent. We verdwalen heus niet. Oké. Is iedereen er klaar voor? Ja, mama Big. En we gaan! Peppa en George zijn erg opgewonden. Ze zijn nog nooit bij Kelly en Kareltje thuis geweest. Papa, zijn we er al bijna? Volgens de kaart staat het huis van Kelly op de volgende heuvel. Ik snap er niks van. Hier zouden Kelly en Kareltje moeten wonen. We zijn verdwaald, want ik zie hier alleen een worteltjestuin. Waar zou het huis van Kelly zijn? Wil je in mijn slaapkamer spelen? Slaapkamer? Waar is je huis dan? Peppa kan het huis van Kelly nergens ontdekken. Deze heuvel is ons huis. Dit is een konijnenhol. Oeh, wil je het zien? Tot strakjes. Ja, tot strakjes. Kom maar binnen. Wij hebben geen trappen, maar tunnels. Wauw. Beste meneer Big, hier is uw telefoonrekening. Oh. Een rekening? Dat klinkt wel heel saai, zeg. Rekeningen zijn heel saai, ja. Mama, is de andere brief voor jou? Nee, deze is voor Peppa en George. Wauw, de brief is voor George en mij. Kom je ook op mijn verjaardagspartijtje? Liefs Zoe Zebra. Zoe Zebra heeft Peppa en George op haar verjaardagsfeest uitgenodigd. Jippie! Nu moet je een brief naar Zoe terugschrijven, zodat ze weet dat jullie op haar feestje komen. Wil je ons helpen met schrijven, mama? Natuurlijk. Peppa en George schrijven Zoe een brief terug. Wat zou je haar willen schrijven? Beste Zoe. Beste Zoe. Maar nu weet ik niks meer. Wat dacht je van? We komen heel graag op je feestje. Hartelijke groeten, Peppa en George. Welke envelop zullen we gebruiken? De rode. Aan Zoe Zebra. En tenslotte nog een postzegel. Nu is de brief klaar om op de post te doen. Hier is de brievenbus. En hier zijn ook Henkie, Suzy, Pedro, Kelly en Olivia. En ze doen allemaal een brief in de bus. En daar hebben we Peppa met haar brief. Zo, wat gebeurt er nu? Hallo allemaal. Hallo Peppa. Heb je mijn brief over het feest al gekregen? Ja, en ik heb ook een brief teruggeschreven. Oh, joepie. Kijk nou eens, wat een stapel brieven vandaag. En deze hier is van mij. Hij is heel, heel erg belangrijk. Is die voor mij? Mag ik hem openmaken? Hij is voor jou, Zoe, maar ik moet hem eerst nog officieel bezorgen. Dat hoort met echte post. Oh. Papa, wat is er te zien in het natuurgebied? Allemaal vogels en bomen en bloemen en bijtjes. Dinosaurus. Nee, George. Ik denk niet dat we dinosaurussen gaan zien. Hier begint het grote bospad. We zijn er! Hoera! Papa Big, vergeet je de picknick niet? Maar natuurlijk niet. Papa, hoe weten we welke kant we op moeten? Luister, op de kaart staat dat er een bord bij het begin van het bospad staat. Hier. Mooi werk, papa Big.
Oh nee, papa Big vergeet de picknick. Peppa, vertel eens wat je voor interessant ziet. Alleen bomen en bomen en nog meer saaie bomen. Peppa, je kijkt vast niet goed genoeg. Oké, dan kijk ik nu heel erg goed en ik zie nog steeds helemaal niks. Oh, wat is dat? Peppa heeft pootafdrukken gevonden. Van wie zijn die pootafdrukken? Dinosaurus. Oh, George. Dat zijn geen dinosaurusafdrukken. Laten we ze maar volgen, dan zien we wie ze gemaakt heeft. Ja! Shh, we moeten wel heel erg stil zijn, zodat we geen dieren wegjagen. Ja, mama. George. Peppa en George volgen de pootafdrukken. Kijk! Die pootafdrukken zijn van een kleine vogel. Hij is de boom ingevlogen. Waar? Hier, Peppa. Kijk maar door de verrekijker. Door de verrekijker lijkt alles groter. Ik zie nu 1, 2, 3 babyvogeltjes. Ah, wat zouden ze nou eten? Ze eten wormen. Dat is vies, zeg. Vandaag is een mooie dag voor een fietstochtje. Een fietstochtje! Jippie! Peppa en George zijn dol op fietstochtjes. Peppa heeft haar eigen fiets. George heeft zijn driewieler. En papa en mama hebben hun tandem. Wat is dat? Dit is onze fiets. Ik zit hier voorop en mama Big zit achterop. En deze twee stoeltjes gaan weer achter mij, voor Peppa en George. Maar we willen graag op onze eigen fietsen rijden. George is nog een beetje te klein. Daar worden zijn beentjes heel moe van. Maar ik ben een grote meid. Ik word niet moe, hoor. Het wordt wel een lange fietstocht, Peppa. Weet je het zeker? Ja, papa. Ik weet het zeker. Oké. Zijn we er klaar voor? Ja, papa Wig. Nou, dan gaan we. Wee! Ik ga winnen! Het is geen wedstrijd, Peppa. Het is gewoon een gezellig fietstochtje. Ja, papa. Maar ik ga toch lekker winnen. Nu gaan wij winnen. Ik vind de heuvel op fietsen niet zo leuk. Peppa, wij hebben gewonnen. Dat is niet waar, papa. Want ik deed er net geen wedstrijdje meer. Maar nu dus wel. Mij krijg je toch niet. Jij klein schobbejakje. Hallo eendjes. We maken een fietstochtje. Hallo eendjes. Ah, ik was bijna vergeten hoe dol ik op fietsen ben. Oh. En ook hoe vervelend ik het vind om de heuvel op te gaan. De weg gaat hier steil omhoog. Ik vind de heuvelfietsen niet leuk. Maar kijk wat een prachtig uitzicht.